Wereldwijd zien we natuurlijk een opkomst van extreem rechts en conservatief gedachtegoed. Ook hier in Nederland zie je waar we nu een extreemrechts kabinet hebben. En opvallend is dat er echt een jongere generatie is die door extreemrechts is getrokken. Zo zie je ook uit recente peilingen dat jongeren in Nederland een voorkeur hebben voor extreemrechts. Onder scholieren zijn er onderzoeken gedaan en dan blijkt dat PVV en FVD populair zijn daar. Dat als de scholieren van tussen 14 en 18, als die zelf zouden kunnen stemmen, dat ze dan op een van deze twee partijen, dat die dan het hoogste uitkomen. Wat is het dat deze jongeren aantrekt en hoe kan het dat zij worden bereikt hierdoor? En nou ja, daardoor wil ik dus daar wil ik op ingaan in deze presentatie. Want wat we zien is dat deze jongeren veelal op het internet worden getarget door extreemrechts. En dat ze worden geradicaliseerd door online platformen en sociale media. Dat echt een hele grote rol hierin speelt. En wat we ook zien is dat memes daar echt een hele belangrijke rol in spelen. Ik denk dat veel mensen wel weten hier wat een meme is, maar ik ga het toch even uitleggen voor de mensen die daar wat minder bekend mee zijn. Een meme is een soort idee, een uiting of een mening of een grap die wordt gevat in een textueel of in een tekst of visueel beeld. En dat wordt dan online gekopieerd en verspreid. En het zijn vaak van die humoristische uitingen die door zeg maar hun compacte formaat makkelijk gedeeld kunnen worden in appgroepen en social media en allerlei fora. En vaak zijn memes grappig en onschuldig. Maar ze kunnen ook als instrument dienen van extreemrechts om een extreemrechtse boodschap over te brengen op een soort laagdrempelige manier. En ook dat het makkelijk verspreid kan worden zonder dat het echt dusdanig als extreemrechts problematisch gedachtegoed wordt herkend. En met memes kan extreemrechts met name jongeren bereiken die anders ook niet bereikt zouden worden door bijvoorbeeld op TikTok of Instagram. De NCTV, dus de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die publiceerde onlangs een zogeheten fenomeenanalyse naar het gebruik van dit soort memes door extreemrechts. En ik wil even side note, ik heb natuurlijk wel als marxist kritiek op het NCTV, want het is een organisatie die het kapitalisme in stand wil houden. Maar het is wel een rapport die heel duidelijk laat zien hoe extreemrechts strategisch gebruik maakt van memes als een soort communicatievorm om jongeren mee te bereiken. En hoe ze een soort van populaire visuele esthetiek gebruiken om rechtsradicale ideologieën samen te vatten en in een soort van aantrekkelijker formaat. En extreemrechtse memes die zijn overal op het internet te vinden. En ze bereiken met name jongeren en helpen daarbij om extreemrechts gedachtegoed dus te normaliseren, waaronder racisme of antifeminisme of ultranationalisme en dat soort dingen. Er is wel een verschil qua hoe het werkt met content moderatie op de platformen. Je hebt hier op deze slide heb ik aan de linkerkant voorbeeld van echt meer die soort van hardcore nazi-achtige of gewoon nazi-memes die je bijvoorbeeld niet op TikTok of Instagram zal vinden in verband met de contentmoderatie. Het is te erg in your face, om maar zo te zeggen. En dat zijn trouwens aan de linkerkant dus accelerationistische memes. Dus aanhangers daarvan die verheerlijken en rechtvaardigen geweld. En het idee daarachter dat is omdat ze zo snel mogelijk een rassenoorlog willen ontketenen. En dat ze daarmee ook het zo snel mogelijk een witte etnostaat kunnen krijgen. En wat we vooral zien is dat het voornamelijk gaat over tienerjongens en jonge
mannen die dit soort content met elkaar delen op besloten online platformen. En ja, op deze manier het acceleranistische, ik wist dat ik hierover ging struikelen, dat ze dat gedachtegoed met elkaar delen op die manier. Maar goed, dat zijn dus niet de memes die je op TikTok en Instagram zo snel zal vinden. En ook al zijn dit natuurlijk hele erge, ernstige memes met verschrikkelijk gedachtegoed erachter. Ik denk niet dat op momenteel, in ieder geval qua mobilisatie, dat het grote gevaar zit in die besloten groepen. Ik denk echt dat we daarvoor moeten kijken naar alt-right en hoe die breed probeert te mobiliseren. En die zitten niet op besloten groepen. Die proberen juist op meer mainstream platforms hun boodschap te verkondigen en te tweaken op zo'n manier dat ze contentmoderatie omzeilen. Dus alt-right, alternatief rechts, die zetten enorme zoden aan de dijk op die manier. Want ze zijn echt gericht op die effectieve online verspreiding om een breder publiek te bereiken. En ze proberen via social media eigenlijk het publieke discours ook daarmee binnen te dringen. En ik denk ook wel als activisten dat we daar eigenlijk ons hoofdstrijdterrein zit als het hier over gaat. Want ik denk dat hier ook het antwoord zit van waarom jongeren zich aangetrokken voelen tot extreem rechts gedachtegoed. En dat komt niet omdat zij opeens in obscure neonazi besloten groepjes zitten memes met elkaar te delen. Maar dat is omdat zij in aanraking komen met populaire internetcultuur. En op die manier erin worden getrokken en ook worden gerecruiteerd overigens. En vaak gebruikt alt-right ook niet die opzichtige strategie van hakenkruisen gebruiken en dat soort dingen. Ze weten zich echt heel goed aan te passen aan het digitale tijdperk wat dat betreft. Contentmoderatie, dus het is veel meer verhuld als het ware. En op platformen zoals YouTube en Instagram en TikTok, daar wordt deze zogenaamde borderline content toegestaan. Dus dat dingen worden verpakt als een grapje en dat soort dingen, zodat er dan sneller op die manier ze die contentmoderatie kunnen omzeilen. En je hebt niet echt zo van die super directe oproepen tot haat of geweld, want die worden dan weggehaald. Maar het is meestal memes die er echt gericht op zijn om makkelijk te verspreiden op online platformen. Ik heb hier even wat voorbeelden van hoe dat eruit kan zien. Oh, wacht. Ik heb eerst nog even terug. Ik ga even hier naar terug, want dit is dus wat je daarin terug kan zien komen. Dat zijn meme-figuren die extreemrechts heel vaak gebruikt. Zoals Peppa the Frog, YesChat, GigaChat, Groiper, Wojak. Je zou ook zien trouwens, deze memes zal je misschien ook herkennen en denken van, oh ja, ik heb dat ook gezien, maar dat was niet per se een extreemrechtse meme. Dat klopt, ze worden ook op niet een per se extreemrechtse manier gebruikt. Dat is het lastige met memes, ze kunnen gewoon random gebruikt worden. Maar je ziet wel dat deze heel vaak terugkomen in extreemrechtse groepen. Dat dit wel dingen zijn die je daar gewoon vaak ziet, dat daar een patroon in zit. Even kijken. En dan hier, aan de linkerkant een verwijzing naar Kekistan. Dat is ook een beetje dus verhulde manier. Een soort van absurdistische verwijzing is dit naar de nazi-vlag. Omdat die, de vergelijkenissen kan je wel zien. Hier nog een voorbeeld van een andere meme. Met een Chad en een Stacy. Dat zijn zogenaamde genetisch superiore figuren. Dus die superieur mannelijk en superieur vrouwelijk zijn. De alfa's en dat soort dingen. Tegen gedachtegoed ingaan. Wat dan progressief is, I guess. Even kijken.
hier nog een meme van Trump als Pepe the Frog. En hier, dit is ook belangrijk, nog een belangrijk verhaal trouwens bij deze meme waar ik op in wil gaan. En daarvoor wil ik even een stapje terug doen van over alt-right. Van wat is het precies en hoe is het ontstaan? Hoe is die alt-right meme-cultuur ontstaan? Nou ja, je ziet dat er in de afgelopen jaren een extreemrechtse meme-cultuur is ontstaan die hoofdzakelijk dus komt uit de alt-right beweging. En die is begonnen in de VS en die is ook overgenomen in Europa later. En je ziet daar eigenlijk... De alt-right beweging, dat is trouwens geen organisatie of wat dan ook. Het is eerder een soort netwerk van extreemrechtse figuren op het internet. En er is ook niet een soort van homogene ideologie, om maar zo te zeggen. Maar wat je altijd terugziet daarbij is dat alt-righters altijd masculinisme propageren of zogenaamd traditionalisme. Rassenpuurheid, dat soort dingen, raszuiverheid, antisemitisme. En daarmee zien we ook dat het overeenkomsten toont met meer neonazisme of het accelerationistische gedachtegoed. Want ze zijn bijvoorbeeld expliciet tegen rassenvermenging. En ze zien witte mensen als superieur en streven dus naar een witte etnostaat. En aanhangers van deze stroming die willen dus voornamelijk het publieke debat domineren om zo hun aanhang groter te maken. En het idee daarachter is dat ze willen tot een voldoende kritische massa willen komen, zeg maar. Die het dan eens gaat zijn met die ideeën, zodat die verandering naar die witte etnostaat dan kan komen. De opkomst en groei van alt-right, dat is begin jaren 2010. Dat werd gekenmerkt door social media en uitgebreid daarvan en online memes. En daarbij speelde Gamergate een hele belangrijke rol. Dat was een online haatcampagne in 2014 tegen zogenaamde femininisering en politieke correctheid in de game-industrie. Voornamelijk mannelijke gamers die vonden dat gamen of games dat eigenlijk exclusief dan een terrein moest zijn voor eigenlijk witte heteroseksuele mannen. En dat vrouwen of mensen die opkwamen voor bijvoorbeeld games waar ook vrouwen aan hebben meegewerkt of mensen die zeggen dat de game-industrie... dat een seksistische industrie is. Nou, die hebben ook echt wel bedreigingen gekregen. En die werden gedoxt in die tijd. En die moesten onderduiken. En in die online discussies rondom Gamergate... en de ideeën en alles die daar werden gedeeld... daar heeft extreemrechts heeft daarop ingehaakt. Want die kon zich natuurlijk vinden in die discours rondom politieke correctheid en femininisering... gamers en de hieraan gekoppelde meme-cultuur, die kwamen volop in aanraking daardoor met extreemrechtse ideeën en die werden daardoor beïnvloed. En je ziet dat diverse gamefora ook, waarop Gamergate zich afspeelde, zoals 4chan en zo, die werden ook veel radicaler toen qua inhoud. Extreemrechtse boodschappen die werden namelijk ook gewoon heel makkelijk verspreid op deze website. Want er was niet, geen tegenspraak. En er was ook geen moderatie of zo op de inhoud. Dus mensen konden gewoon volop losgaan. En de mensen die ook tijdens Gamergate actief waren, je ziet ook dat diverse personen daaruit ook betrokken zijn er geweest met de alt-right beweging daarna. Even kijken. Nog een belangrijk moment in de vorming van alt-right was de Amerikaanse presidentscampagne van 2016. Nu kom ik even terug op deze meme dus. Want de memes die online werden geproduceerd, die verspreidden toen heel snel het land en het werd eigenlijk... social media werd er eigenlijk mee overspoeld met expliciete pro-Trump boodschappen.
En dat was zodanig dat het ja, ook in het publieke discours ook een meme-oorlog werd genoemd. En ja, dit wordt echt als een essentieel moment beschouwd van waar het publieke verhaal in de Verenigde Staten, dat dat echt werd verschoven naar een publiek verhaal wat sympathiek stond tegenover Trump. Want Trump-aanhangers die gingen echt met agressieve campagnes, online campagnes, waarvan je echt heel duidelijk die oorsprong met ook Gamergate terugzag. Probeerden op die manier het mainstream publiek te bereiken. Maar dat was trouwens niet alleen ook in de Verenigde Staten, maar ook hier in Nederland, ook in Europa. En nou ja, hier zie je al wel dat memes zeg maar dan zo'n invloed hebben ook op verkiezingsuitslagen en dat soort dingen. Maar en ja, je ziet dat effect ook in de echte wereld. En ik denk nog een voorbeeld daarvan is de Unite the Right rally. Dat speelde af in Charlottesville in 2017 en die werd ja, opgezet onder andere de demonstratie vanuit alt-right en nou ja, figuren zoals neonazi's en dat soort dingen. En nou ja, dat was bedoeld om, ze waren tegen dat een standbeeld werd verwijderd van Robert Edward Lee. Want die was een militair aanvoerder van de Confederatie die slaven bezat. Dus nou ja, ze gingen daarheen en er was ook een Antifa counterprotest daar weer tegen. En het evenement staat vooral bekend om ja, een nazi die tijdens de demonstratie met een auto inreed op het Antifa tegendemo. En nou ja, hierbij viel een dode en er waren ook allemaal zwaar gewonden. En de reactie van Trump toen, toenmalig president, die was ook heel erg typisch, want hij ging heel erg over van dat hij geweld aan beide kanten veroordeelde, terwijl het heel duidelijk was dat geweld hier van één kant kwam. En heel veel alt-right mensen zien dit echt een soort van, ja, als een soort turning point van dat, dat het van een online fenomeen, de alt-right, dat ook echt werd naar iets wat op straat zich organiseerde en mobiliseerde. En je ziet dat ook wel echt heel duidelijk in extreemrechtse protesten, dat die meme-cultuur daar echt wel, ja, in terugkomt. Ik ga even, deze presentatie zou natuurlijk niet compleet zijn als ik het niet zou hebben over de manosfeer. Er is een hele grote overlap tussen de manosfeer en alt-right ook. En je ziet ook echt dat de manosfeer echt, ja, enorme invloed heeft op jongeren. En dat jongeren echt heel veel van deze standpunten overnemen. Wat is de manosfeer? Dat misschien ten eerste. Het is een netwerk van online ja, mannengemeenschappen die zich verzetten tegen vrouwen en antifeministische dingen. Die verzetten zich tegen vrouwen en ze zijn antifeministisch, ze zijn, ja, propageren seksistische ideologieën. En ze geven eigenlijk vrouwen en feministen de schuld van allerlei problemen in de samenleving. En heel veel van deze gemeenschappen hebben echt een wrok tegenover vrouwen of echt haat tegenover hen. En er zijn basically vier hoofdgroepen die ik hier heb, waar de manosfeer uit bestaat. De mannenrechtenactivisten, die pleiten voor politieke veranderingen die die mannen dan ten goede zouden komen. En veel van hun activisme bestaat uit, ja, intimidatie en een soort van misbruik van feministische content en andere publieke vrouwelijke figuren. We hebben de mannen gaan hun eigen weg. Nou ja, die beargumenteren dat vrouwen zo erg zijn dat mannen ze eigenlijk helemaal moeten vermijden. En sommige van deze mannen die zullen, nou ja, misschien wel bijvoorbeeld met een vrouw uit de deur gaan of zo, maar die vermijden dan bijvoorbeeld zoiets als trouwen of zo, of vrienden worden met een vrouw of whatsoever. Dus zeg maar, dat ze dan wel een relatie hebben, maar er zitten allemaal, ja, dingen aan waardoor ze niet te veel willen verbinden.
de pick-up artiesten, nou ja, dat zijn natuurlijk van die figuren die allerlei verleidingsstrategieën willen overbrengen. En ja, mannen succesvoller willen maken in het aantrekken van vrouwen. Maar heel veel van deze technieken, dat gaat eigenlijk over ja, mishandeling van vrouwen, grensoverschrijdend gedrag. En ook het beledigen van vrouwen, hoe hou je ze klein? Dus het neggen en ook het negeren van nou ja, dingen zoals toestemming. En dan heb je natuurlijk de incels, de onvrijwillige celibatairen. En die menen recht te hebben op een relatie of seks met een vrouw. Maar die kunnen geen partner vinden. En nou ja, dit is ook wel heel vaak in het nieuws geweest van in meerdere van deze jongens die hebben ook ja, aanslagen gepleegd. Die zijn ja, rond gaan schieten op scholen om de Chads en Stacy's daar te vermoorden. En dan heb je nog taalgebruik. Nou ja, dus, er zijn hier wat dingen waaraan je, ik heb al termen hier genoemd, waaraan je kan herkennen dat iemand bekend is met de manosfeer. De rode pil. Dus ja, dat zijn termen uit de Matrix, de rode en de blauwe pil. Rode pil, dat is de waarheid, leren over de vrouwelijke natuur. En de waarheid leren over feminisme, dat het gaat over onderdrukken van mannen. De blauwe pil is dan dat je de rode pil niet hebt genomen, dat je de blauwe pil hebt genomen, dat je daar onwetend van bent, dat je daar niet van af weet en dat je ja, eigenlijk in een illusie leeft. Nou ja, dan heb je de beta-man of de kuk. Dat is een ja, gemiddelde man die de rode pil nog niet heeft genomen en daardoor inferieur is aan het alfa-mannetje. Je hebt de femme ooit, of de, ja, dat is de vrouwelijke mensachtige. Nou, dit wordt meestal door incels gebruikt om ze, ja, vrouwen de grond in te praten. Nou ja, en het genocentrisme, dat is echt dat, die theorie die gaat over dat de samenleving eigenlijk wordt gedomineerd door vrouwen. En dat ze ja, mannen onderdrukken. Nou ja, niet iedereen gebruikt dit soort taal echter per se. Maar het is wel, ja, het is ook gewoon belangrijk om te letten op uitspraken die worden gemaakt over vrouwen en mannen. Zoals beweringen dat vrouwen altijd op een bepaalde manier zijn. Of dat er echt een soort van supergroot verschil is tussen mannen en vrouwen. En dat er een soort van essentie zit in hoe ze beide opereren. En dat soort dingen. Goed, hoe worden de jongeren dan beïnvloed? Nou ja, via de manosfeer, dat speelt zich af op TikTok, op Instagram, maar ook op YouTube met dat soort van watch next algoritme, waarop je steeds sneller en steeds meer seksistische en antifeministische inhoud krijgt. En dat je echt in een soort rabbit hole daarmee belandt dus. Ja, en je ziet dus echt, nou ja, uit verslagen van docenten dat, en onderzoeken dat echt heel veel jongeren dit soort standpunten overnemen. Dan wil ik het nog even hebben over belangrijke figuren. Waar is mijn muis? Oké. Andrew Tate, tuurlijk. Andrew Tate is een belangrijke figuur op de manosfeer. Hij noemt zichzelf heel trots een misogynist. En zegt dat vrouwen eigenlijk statussymbolen zijn. En dat ze alleen maar eigenlijk eigendom zijn van mannen. Ze horen volgens hem thuis en onder de controle van mannen. En nou ja, hij heeft het ook heel vaak over dat we in de Matrix zitten. Dus daar zie je ook weer die red en blue pill discours terugkomen. Nou ja, hij promoot geweld tegen vrouwen en hij zegt ook van ja, dat je dat soort dingen ook moet doen om financieel succesvol te zijn. En hij heeft ook gezegd bijvoorbeeld dat vrouwen ja, verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen verkrachting. En nou, hij gaf ook aan toen hij al eind 30 was dat hij liever met 18, 19-jarige vrouwen deed, want die zijn dan makkelijker beïnvloedbaar. Nou ja, goed. Het is een beetje duidelijk, zeg maar, waar Andrew Tate voor staat. En nou ja, hij geeft dus echt jonge mannen en zo, geeft hij tips daarover, over hoe je goed die vrouw onder controle kan houden en onder dwang.
En ook ja, voor heel veel mannen is Andrew Tate, voor jonge mannen is Andrew Tate ja, een soort van het idee van wat is hypermannelijkheid en wat kan je dat opleveren? Nou ja, rijkdom en geld en status en zelfvertrouwen. En hij is dus echt ook een van de meest gegoogelde mensen ter wereld. Om maar even aan te geven, zeg maar, hoe invloedrijk dit is. Dit is niet gewoon zomaar een of andere weirdo op het internet. Maar ja, dit is echt heel bekend. En nou ja, wat je daarin terugziet is dat het gewoon telkens, ook binnen de manosfeer en met Tate, die zegt dat ook, dat komt altijd terug op die soort van zogenaamde menselijke natuur, waarin mannen ja, op een bepaalde manier moeten zijn om financieel succes ook te krijgen. Maar het is eigenlijk een hele lege neoliberale manier van kijken naar ja, hoe je vrijheid vergaart en dat soort dingen. En het is dat idee van ja, je moet je die vrouwen onderdrukken om een soort van je weg naar de top te werken. Maar die mannelijke dominantie, dat is eigenlijk het soort van Trojaanse paard waarmee een soort van hele algemene kapitalistische, je moet je weg naar de top vechten, zeg maar. Die mentaliteit die wordt dan gewoon mee gepredikt. En diezelfde neoliberale kijk eigenlijk op ja, emancipatie en vrijheid en maakbaarheid van de mens en dat soort dingen, dat zie je ook terug bij de Tradwife beweging. Want nou ja, ik heb het nu voornamelijk gehad over jonge mannen, hoe die worden geïndoctrineerd. En dit is ook wel de main target audience. Oké. Okay. Misschien ietsje langer. Jonge mannen die worden ook voornamelijk, die zijn voornamelijk vatbaar hiervoor. Maar dat betekent niet dat extreem rechts zich ook niet wil richten op jonge vrouwen. Maar dat gaat op een andere manier. Ze richten zich natuurlijk niet op transgender mensen of non-binaire mensen, want dat is niet een target audience, want die mogen, die bestaan niet. En ja, Tradwife ideologie die propageert eigenlijk dat idee van fulltime huisvrouw zijn, dat je kookt en poetst en voor je kinderen zorgt, terwijl je man de kost verdient. En het idee is daarbij een soort van dat vrouwen teruggaan naar een traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. En je ziet op Instagram en YouTube en TikTok ook weer vrouwen die dan allemaal heerlijke taarten bakken. En nou ja, terwijl die kindjes om hen heen dartelen en dat soort dingen. En je zou dan nog kunnen denken van wat is er mis met een lekkere taart? Wat is er mis met vrouwen? Ook dat ook. Wat is er mis met vrouwen die ja, voor hun kinderen willen zorgen of huismoeder willen zijn, als zij dat zelf willen. En ja, uiteraard, daar is niks mis mee in principe. Maar het probleem is vooral met de Tradwife-ideologie dat het gaat over meer dan dat alleen. Het is echt een ideologie die wordt gepusht ermee. Ja, het is ook een beweging die is ontstaan onder christelijke republikeinen in de Verenigde Staten. En het gaat echt heel snel online verspreiden. En het is echt, het promoot dat idee van het kerngezin, dat er één monogame gezinsstructuur is van een witte, hetero man en vrouw. En dat de rol van de vrouw reproductie is. Dus je gezin verzorgen, huishouden en dat soort dingen. En van de man is dat productie, dus werken voor loon en surplus value creëren. En het gezin die functioneert daarbij eigenlijk als een soort van consumenteenheid. En een soort van passieve acceptatie ook van hiërarchie. En het is een soort, ja, ook een instrument waarmee superrijken ook privébezit doorgeven aan hun kinderen. En daarmee ook klasseongelijkheid reproduceren. En de Tradwife-beweging die maakt deel uit van een soort van groeiend seksistisch reactionair verzet tegen de verworvenheden van het feminisme. Dus ze vallen echt ja, abortusrecht aan, transgenderrechten, en, maar ook doen ook aanvallen op vrouwen die zich uitspreken over bijvoorbeeld dingen zoals MeToo. En je ziet ook echt wel verbanden tussen de Tradwife-retoriek en ultra-reactionaire ideologieën zoals het evangelische witte nationalisme of zoals ja, dus de standpunten van Andrew Tate. En
Ja, bijvoorbeeld ook het Red Pill Forum, het Red Pill Women Forum. Dat is een hele grote gemeenschap van rechtse anti-feministische vrouwen. Die ook ja, Tradwife content met elkaar delen allemaal. En je ziet daarin ook echt terug van dat er vrouwen zijn die ook zeggen van ja, je man moet je ook disciplineren. En soms is het ook gerechtvaardig om geslagen te worden. En dat soort dingen. En ze beweren ook ontwaakt te zijn eigenlijk van die soort van mannelijke onderwerping door het feminisme. Meerdere onderzoeken laten ook zien dat hoe extreemrechts in de Verenigde Staten mobiliseert en het zichzelf promoot en recruteert, dat ook vrouwen steeds meer een rol online beginnen te hebben in die beweging. En op die manier allemaal samensweringstheorieën ook naar voren duwen en zachtjes vrouwen ook aantrekken. In de VS is deze beweging groter dan in Nederland, maar ook hier hebben we dat het ook invloed heeft. Sommige van jullie kennen misschien de meiden van traditie. Dat gaat over Nederlandse tradwives. En links is trouwens een van de bekendste tradwife influencers, Estee Williams. Die dus allemaal antifeministische en reactionaire denkbeelden naar voren pusht. En je ziet hier dus een soort van gelijkwaardige praat over traditie als een soort van, ja, eigenlijk als taal van het nationalisme. Hè? Van tradities die dan bevroren momenten zijn in de geschiedenis. Die eigenlijk willekeurig uit het culturele repertoire eigenlijk worden getrokken. En worden gekozen als een soort van authentieke uitdrukking van deze zogenaamde natie of nationale collectief. Maar heel vaak zijn die tradities verzonnen en doen een soort van beroep op het belang van in stand houden van die tradities. Terwijl dat eigenlijk een soort ahistorische versie is van cultuur die ze daarmee claimen. En ik vind ook wel wat heel veelzeggend is aan tradwives is eigenlijk ook dat tweede helft zeg maar, van de naam wives. Vrouwen die worden gedefinieerd door hun relatie met mannen. En natuurlijk specifiek mannen van de alt-right hier. Want dat is wat ze zijn. Een vrouw die moet zorgen voor man en gezin en meer witte baby's moeten produceren. Nog 5 minuten of zo. In de afgelopen decennia. De afgelopen 3 decennia heeft het beleid van neoliberalisme geprobeerd om de arbeidersbeweging uit te hollen. En heeft op een hele agressieve wijze een ideologie van individuele vooruitgang gepusht. Wat ook betekent dat vandaag de dag jongeren zijn echt opgegroeid in een omgeving waarin ze heel weinig collectieve strijd hebben ervaren. En die walgelijke retoriek van de alt-right, van de manosphere, van de tradwives, dat heeft impact in een omgeving waarin ontevredenheid en vervreemding heersen en waar een soort van blueprint voor vrouwenhaat en transfobie en racisme al bestaat om een soort van die problemen die het kapitalisme veroorzaakt weg te verklaren. Marxisten die willen eigenlijk altijd kijken naar hoe is onderdrukking ontstaan, waar komt het vandaan, in plaats van een soort van blindelings ervan uitgaan dat er een soort van essentie zit of een natuurlijke drive in de mensen van hoe deze in elkaar steekt. En op die manier ontkrachten we dan ook bijvoorbeeld verhalen die mensen zoals Andrew Tate fabriceren over die menselijke natuur, over wat een man is en wat een vrouw is. Want dat is bio-essentialistisch en dat is totaal niet wetenschappelijk. Ik wil dan even teruggrijpen op een heel belangrijk werk van Friedrich Engels. De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat. En hierin schetst hij dat het uniek is eigenlijk aan een op klasse gebaseerde samenleving om te leunen op de onderdrukking op basis van geslacht. Je ziet dat in pre-kapitalistische nomadische jager-verzamelaar samenlevingen, dat er veel minder een soort van rigide ideeën over seksen en genderrollen binnen het gezin.
En nou ja, dat zie je ook vandaag de dag nog steeds in inheemse culturen. Je ziet dat veel van deze culturen rituelen hebben of culturele artefacten die ervan getuigen dat er een soort van fluiditeit heerst over dit soort dingen. Ik ga even wat door. En nou ja, je ziet zo ook dat bijvoorbeeld in de prehistorie dat vrouwen niet alleen maar verzamelen, maar ook jagen. En de samenleving was helemaal niet toen gebaat bij hiërarchie. Het was gewoon klasseloos. Iedereen had een hand in de productie en iedereen had elkaar ook nodig om de verdeelde middelen en zo te krijgen. En ik denk dat Marxisme als een ideologie eigenlijk volledig uniek is om in het vermogen om de bron te analyseren van hoe uitbuiting werkt en hoe dat is ontstaan, wat de condities zijn die daar tot leiden. En ik denk dat het daarin echt wel iets te bieden heeft. En dat er ook wel een taak zit om dat echt om dat ook aantrekkelijker te maken voor radicale mensen over de hele wereld en op het internet. Die willen vechten om een einde te maken aan menselijk lijden. En nou ja, nog even kort eindigen met kort na de arrestatie van Andrew Tate in Roemenië, toen tweette hij: het lijkt erop dat de grote revolutionairen van elke generatie lijden onder oneerlijke gevangenschap. Maar om revolutionair te zijn, zou Tate eigenlijk een soort van bedreiging voor het systeem moeten vormen, maar dat doet hij niet. En daarom zeggen bijvoorbeeld Marxisten dat ze het systeem willen omgooien in plaats van een soort van dat spelletje meespelen naar de top. Want we zien dat we leven in een socio-economisch systeem wat seksisme en vrouwenhaat en transfobie gebruikt om het kapitalistische kerngezin in leven te houden. En we kunnen dat ook allemaal beëindigen als we dus organiseren daartegen. Nou ja, jullie zijn misschien bekend met de welbekende slogan: we hebben een wereld te winnen. En ik denk ook dat dat een wereld is waarin sneu figuren zoals Andrew Tate eerder een ongemakkelijke herinnering zouden zijn aan een daadwerkelijk primitiever verleden. Dankjewel. Nu